Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe AliExpress shoplog. Ik heb weer wat dingen besteld. Sommige dingen waren alweer van een paar maanden geleden, maar vanwege het coronavirus duurde het allemaal wat langer. Dus voor mij blijft het nu ook een klein beetje een verrassing. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat je in zit, dus laten we gelijk beginnen. Ik heb hier twee dozen voor me en ik weet eigenlijk al bijna zeker dat het Korean skincare is, omdat het bijna altijd in een doos komt. Dus laat ik die als eerst openen. Het wordt altijd heel erg goed verpakt, zoals je kan zien met bubbeltjes plastic en nu ook nog met het piepschuim. Het eerste wat ik hier heb is een toner van Kosrix. Deze heb ik al een keer eerder gebruikt. Maar weet je wat het probleem bij mij is? Ik weet nou nooit echt of een bepaald product werkt. Tenminste, ik merk nooit verschil en ik dacht ja, ik wil hem gewoon nog een keer proberen, want ik lees er wel goede verhalen over. Dit is de Whitehead Pore Liquid. En ik heb hier best wel veel whiteheads en op mijn kin ook. Ik heb nooit zo erg last van blackheads, maar wel whiteheads. Dus ik ga deze weer een keertje testen. Ik hoop dat ik nu wel wat meer verschil zie. Maar ja, we gaan het zien. De tweede is ook precies zo ingepakt met piepschuim en bubbeltjes plastic. En hier, hier zitten twee dingen in. Het eerste dat ik hier heb is ook van Kosrix een toner. Deze is voor blackhead. En deze heb ik voor mijn vriend gekocht, want hij heeft wel heel erg last van blackhead. Dus een blackhead voor hem en een whitehead voor mij. Ik heb hier een kleimasker van Innisfree. Deze heb ik ook al een keer eerder gebruikt. Deze had mijn zus een keertje gekocht en daarna kreeg ik die van haar, mocht ik die gebruiken. Zit wel helemaal onder de stof, ik weet niet waarom. Heeft heel lang in de opslag gelegen bij hem. Wow, er zit echt allemaal stof op. Nou, in ieder geval, het is de Jeju Volcanic Pore Clay Mask. Dus die. Ik denk dat je hier voor de rest alleen maar kleren in legt. Misschien dat er nog een toilettas bij zit. Dat weet ik niet zeker. Dat zou deze kunnen zijn. Dus ik ga hem even openen. Ja, het is de toilettas zoals ik al dacht. Het is een zwarte toilettas met aan de binnenkant roze. En hij heeft heel veel vakjes. Dat vind ik heel erg fijn. Ook voor mijn kwasten. En hier nog een rits. En nog meer vakken. Ik ga hem even indelen, zodat jullie ook kunnen zien hoe het eruit ziet. Dit is nu mijn toilettas die ik gebruik. En ja, eigenlijk alles zit door elkaar. Het is best wel vervelend om te zoeken. En mijn kwasten doe ik altijd in een plastic tas. Kijk, super smerig is die nu ook geworden. Maar ik vervang hem wel regelmatig. Maar ik wil ook niet zomaar mijn kwasten los in mijn toilettas doen, want dan zit alles onder foundation of weet ik veel wat. Nou, de kwasten passen eigenlijk ook maar precies. Ik moest best wel, ja, niet echt per se duwen, maar wel een beetje kracht inzetten. Want ik heb deze kwasten van welk merk is het ook alweer? Ik ben even de naam vergeten. Oh ja, Real Technique. En aan de onderkant is die een beetje, ja, wat breder. Dus dan gaat het wat moeilijker erin. Maar op zich, het gaat wel. Oh, kijk, ik kom er nu achter. Oh, de rest gaat eruit. Dat dit flapje is om over je kwasten heen te doen. Dan blijft de toilettas ook redelijk schoon. Dus dat is wel heel erg handig. Okay, ik had de toilettas wel wat groter verwacht, want ik krijg niet alles erin. Nou, ik heb ook echt iets van 5 lippenstiften in mijn toilettas. Dus dat is misschien ook niet helemaal de bedoeling. En ja, oogschaduwpalettes, die kunnen op zich er ook uit. Dus ja, op zich past het wel. Maar ja, het zit wel een beetje strak. Dus als je niet zoveel make-up hebt, dan is deze wel echt ideaal. Want alles kan in vakjes en dat is echt super chill. En deze, maar deze zit nogal vol. Ik heb een, dit is volgens mij een setje, bovenkant en een rokje of een broekje, dat weet ik even niet meer. En ik heb een choker erbij gekregen. Ik draag eigenlijk geen chokers meer, maar op zich wel leuk dat ze zo'n kleinigheidje erbij doen. Dit is een soort van blouseje. Het is wel erg doorschijnend, maar op zich als je er wat onder doet. En een rokje met hetzelfde printje. En deze vind ik wel super leuk. Hij lijkt wel heel erg kort, maar ik hoop dat er een broekje aan de binnenkant zit. Ja, er zit een broekje, dus dat is wel fijn. Dit is het printje van dichtbij. Je had ook nog meerdere kleuren, maar deze kleuren sprak mij het meest aan.
Dit setje vind ik echt super leuk. Ik vind alleen de mouwen iets te lang. Dus ik weet niet of ik dit wat strakker kan maken. Maar het heeft ook niet echt heel veel stretch. Dus ik weet niet of ik er dan nog doorheen kom. Ook echt super handig dat hier dus een broekje onder zit. Want zo vind ik hem echt niet te kort. Misschien ga ik nog wel een andere kleur bestellen. Want ik vind dit echt wel heel erg leuk voor in de zomer. Het volgende wat ik hier heb is ook een blouseje. Dat is deze. Het is een mooie kleur. Het is wel een snel vrij kreukelende stof, dat wel. Maar op zich niet een heel groot probleem. Volgens mij komt hij wel veel blauwer over dan in het echt. Want in het echt is het een beetje blauw-grijs. Oh ja, nu zie je het beter. Zo ongeveer. De blouse vind ik gaat wel. Ik vind hem ook weer erg kort. In mijn andere shoplogs heb ik ook vaker van zulke soort blousjes laten zien. En die zijn ook allemaal best wel kort. Het ziet er gewoon een beetje gek uit ofzo. Maar voor de rest... Ja, hij is oké. Ik vind hem niet heel erg leuk. Ik vind hem niet stom. Op dit blousje heb ik heel lang gewacht. Ik ben heel erg benieuwd. Het leek me wel echt een heel leuk blousje. Dit is het blouseje. Ik had de stof wel wat dikker verwacht. Dus niet zo'n doorschijnende stof. Maar de print vind ik wel heel erg leuk. Voor de rest prima. Ik had hem alleen wat dikker verwacht. Dit is het blouseje. Hij staat wel erg leuk. Ja, ik ben er wel erg blij mee. En het printje is ook heel erg leuk. Ik zet trouwens alle linkjes van wat ik hier allemaal heb gekocht in de beschrijving. Dus dan is het voor jullie ook makkelijker zoeken. Dus als jullie iets leuks vinden, even kijken. Ik heb hier twee kooltruien. Die vind ik wel echt een heel mooi kleurtje. Het is eigenlijk meer lila. Het is best wel een dik stofje, dus dat is wel fijn. Ja, echt een hele mooie kleur. Het zit echt super lekker. Het stofje is heel erg zacht en best wel stevig. De kleur is ook heel erg mooi. Ik ben hier wel echt blij mee. En nog een bruine kooltrui. Lijkt een beetje bruin-oranje. Ja, op zich is die dat ook wel. Even van dichtbij laten zien. Dit is de kleur. En de kooltrui in het bruin. Vroeger hield ik echt niet van bruine kleren, maar ik ben er nu echt meer van gaan houden. Ik vind deze echt super leuk staan. Het is ook een beetje bruin-oranje. Dus wel een heel mooi kleurtje. Wat is dit? Ik ben wel benieuwd. Oh, had ik deze wel besteld? Oké. Het is een... Ja, ik weet niet wat het eigenlijk is. Een trui en een blouse in één. Even kijken hoe die zit hoor. Wat me al wel opvalt... Kijk, deze knoop. Het is een beetje... Ja, niet echt beschadigd. Er zit iets van verf of zo op. Of, ik heb geen idee wat. Maar het is dus een trui aan de voorkant. En hier een blouse aan de zijkant. En op de achterkant is het ook een blouse. Het is wel heel apart, dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Dit is dus die half trui, half blouse. Ik vind hem echt heel erg apart. Echt heel erg leuk. Met die knopen zo. En dan ja, die overloop. Het is echt bijzonder. Ik liep net naar mijn moeder toe. Ik zei van, ik denk dat je dit ook wel leuk vindt. Dus ze zei ook gelijk van, dat ze die super leuk vindt en of ik die voor haar wil bestellen. Je hebt deze ook nog in het zwart, maar is dus de kleur blauw. Ja. Ik had samen met deze blouse ook nog een andere blouse besteld. Dus ik vind het wel raar waar die dan blijft. Want ik heb daar dus heel lang op gewacht en nu heb ik er één van de twee. Dus ik ga zo even kijken waar die andere is. Of zit het nog in mijn tas? Nee, alles is leeg. Nou ja, misschien komt het nog en ja, ik ga even contact opnemen. Dit was dan weer de AliExpress / eBay shoplog. Ik vergeet steeds dat het ook met eBay is, omdat ik de skincare altijd op eBay bestel. En kleren en accessoires en zo, dat bestel ik altijd op AliExpress. Dus nu is het eigenlijk AliExpress / eBay shoplog. Ik hoop dat jullie deze shoplog leuk vinden. En laat mij vooral even weten welke kledingstuk jullie het leukst vinden en of jij ook hiervan iets gaat bestellen.
Hebben jullie nog een idee van welke andere webshop ik kleding wil bestellen of spulletjes moet bestellen? Laat het vooral even weten. En wie weet ga ik daar een shoplog van maken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en tot de volgende keer. Doei doei!